Welkom, waarde kinderen van dit forum. Ik ben Urbain en grootheidswaanzin is niet klein. Vandaag ga ik een comment of een post van een of andere sociale media site, dat kan Pornhub zijn, Twitter, YouTube en Facebook. En aan jullie is het om te raden welke comment van waar komt en wie dat de meeste punten heeft, wint totaal niks. Wie mag eens denken dat hij groot is? Ik denk dat het tijd is om te beginnen. De eerste kei toffe comment. Jake Ice inhales. Jake Ice inhales. Ja. Ik ga voor YouTube. Ik ga voor YouTube. Ik ga voor Twitter was er. Kom. Oké, het is YouTube. Zie je het wel? Goed gedaan, Alex. High five. Dat wil zeggen dat Kaar en Alex 1 punt krijgen. Niels krijgt niks. Jammer. Dan wil ik een keer iets anders zijn. Een keer iets... Suck it, niet Niels. Niet volgende dingen. Volgende, next. Een persoon zegt, op de foto is wel te zien dat ze de wc buiten gezet hebben zoals het moet. Facebook. Op de foto is te zien... Dat de wc buiten stoot. Ja, maar dat is sowieso over dingen, hè. Over nieuwjaar. En dat is effectief Facebook. Oké, het is Facebook. Iedereen een punt. Iedereen krijgt van mij een puntje. Graag gedaan. Suck it, Niels. We staan nog altijd op 1. Ik vind de quiz raar en gemakkelijk. Maar dat kan ook veranderen. Dit zijn opwarmers. Oh, het antwoord is Twitter. Is dat je definitieve antwoord? Als ik nu het antwoord geef, krijg ik dan dubbele punten. Ja. Twitter. Pornhub. Ik wil eerst horen wat dat is. De comment is... Die gast met zijn sesamstraatstem mag wel eens stil zijn. Twitter. YouTube. Is het ook mijn YouTube? Als we dan een keer gewoon opzoeken. Dus nee, nee. Start minpunten als je dat doet. Kan het zijn dat Engels getranslate is? Het is een origineel Nederlandse comment. Twitter. YouTube. Ik denk het ook, Twitter. Ik denk YouTube. Circuit Niels. Hij gaat het allemaal fout. Het was Pornhub. Zijn jullie er klaar voor de volgende comment? Ja, nu gaat het sowieso Twitter zijn, hè. Almost forgot to watch this today. YouTube. Nee, Pornhub. Ja, Pornhub. Ik ga voor Pornhub. Ja, Pornhub. OnlyFans. Het laatste nieuws. Of misschien Twitter? Op Twitter zijn niet zoveel video's. Hè. Dat is wel waar, maar wie zegt forgot to watch? Je kunt ook een foto bekijken, hè. Nou, fuck, kom, Pornhub. Dat was YouTube. Niemand krijgt een punt. Check it, Niels. Die is een trut. Tijd voor de volgende. Cum? ? You mean pregnock? ? Facebook. Ik zeg Twitter. Ik denk Facebook of Twitter. YouTube gaat dat... Het is al een stuk gecensureerd. Hij heeft zichzelf gecensureerd voor YouTube. Maar ik kan altijd bij Twitter blijven, want daar komen allemaal rare mensen op. Jawel, ik denk ook Twitter. Dan krijgt Kaar geen punt en al de anderen wel punten. Al de andere twee personen. Check it, Niels. Second karig is dat even nog als mij. Dat is niet waar. Ik sta rechtsboven en jij staat linksonder. Dus wat is de score momenteel? 2-1-1? Voor Kaar 2 punten. Voor Niels 2 punten. Voor Alex 3 punten. En voor de kijkers? De kijkers thuis krijgen van mij 32 punten. Van mij mogen ze kanker krijgen. Tijd voor de volgende comment. The perfect Thanksgiving doesn't exist. Pornhub. Twitter. Ik wil zo graag dat dat Pornhub is. What are you doing, stepbro? De Thanksgiving dingen, turkey fucked up of zoiets. Dat maakt jij ervan, hè. Stepmother bakes turkey en I bake her turkey of zo, hè. Ja, maar het is wel Pornhub. Stel niet geantwoord, hè. Hij heeft niet volle mak gezegd dat hij Pornhub is. Ik heb gezegd dat Pornhub. Hij had gezegd, het is Pornhub. Alright, next question, baby. What a word. De economische impact van deze crisis ontwikkelt zich als een tsunami. Het water trekt zich eerst terug. Werkloosheid daalt licht. Aantal faillissementen in ruim 21 jaar niet zo laag. De vloedgolf komt daarna. Facebook. En dan ga ik YouTube. Pornhub. Het is wel een tweet. Het is een retweet van Thierry Baudet. Oké, niemand heeft punten dus. Tijd voor de volgende. Imagine being so triggered by how someone else chooses to live their life. Pathetic. Facebook. YouTube. Dat kan terug Twitter zijn. Het is Facebook. De volgende. Sweet home Alabama. No offense to anyone from Alabama. Pornhub. Het is Pornhub, ja. De volgende. You're the buffest Mexican I've ever seen in my life. Ricardo, am I a joke to you? YouTube. Twitter. Plus YouTube. Het is YouTube. Woo!
Groot gelijk van dat dier. Ha 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 ha. Het is Facebook. Oh, ik heb een spel. For a split second I straight up thought that was Tyler 1. Pornhub. Maar nu is de vraag, wie is Tyler 1? Ik wil niet sheeple zijn, maar dat is sowieso Pornhub. Het is Pornhub. I've hit a new milestone. I've just had the first ever unsolicited dick pic sent to me. Twitter. Het is Twitter, ik weet het, want ik heb de dick pic verstuurd. Twitter. Het is Twitter. Guess who's not coming to dinner? Pornhub. Pornhub. Nee, ik neem mijn antwoord terug. Nee. Ik pak Twitter. Ik heb corona gekregen en ik lig in het ziekenhuis of zoiets. Guess who's not coming to... Het is Facebook, het is allemaal fout. Suck, Niels. De laatste. Ik heb ook eens een hele voormiddag in bad gelegen nadat ik er 's morgens dronken in ben gaan liggen en in slaap ben gevallen. Ik snap hoe die man zich voelt. Ja, maar dat is Niels op zijn Facebook, dat weten we. Facebook. YouTube. Ik zei ook YouTube. We hebben een ex-eco. Niels en Alex hebben 8 punten en Kari heeft 4 punten. Alex! Het is tijd voor de laatste comment. Feit is en blijft dat de grote lagen van de samenleving zich liever in zalige onwetendheid blijven wentelen. Omdat uit eigen beweging concreet nagaan wat de feiten zelf zijn, vaak te veel van een mens werd. Bij een slaapvallen. Proficiat. Het is Facebook. Nee. Het is Pornhub. Nee. De Nederlandstalige dingen dat zo lang is. Dit is YouTube en het is gooi de Patriot. Dat is ook goed. Ik wil elkaar, het is geen Patriot. Gewoon voor de exego te breken zal ik Facebook zeggen. Het is gooi de Patriot, ja. Ik deel de punten uit. Kaar op de laatste plaats met 4 punten. Toch wel een kort... maar ik heb het platform en de schrijver kunnen raden. Je krijgt van mij 1,69 punten. Nice. Krijg ik een scheurkalender van Ben Krabbe? Kijk, het blok is een gezelschapsspel. Ik zou graag de scheurkalender van Ben Krabbe hebben. Niels krijgt 8 punten. Goed. En onze winnaar, de enige die competent genoeg was om deze rotshow te winnen, hij staat in brand. Alex met 9 punten. Suck it. Aan Alex. Suck it, Niels. Suck it. Suck it, Niels. Suck it, Niels. De conclusie is, jullie zijn allemaal incompetent. Burn your bra, baby. Baby, burn your bra. Keep running around in the... Burn your bra, baby, baby, burn your bra. I'm the man who's got the match to light the flame. I've been around the country